Ding, ding. Het is zondagochtend. In mijn boshuisje ontvang ik een bijzondere gast om stil te staan bij wat ons beweegt en inspireert op de wonderlijke wegen van dit leven. Ha, Laura, welkom. Goedemorgen. En Tirza. Tirza is er ook bij. Ja, Laura Maaskant. Hoe is het voor jou om op zondagochtend in het bos te lopen? Heel mooi. Ik doe het eigenlijk nooit, want ik woon in de binnenstad van Amsterdam. En ik heb daar wel plantanen voor mijn huis, dus ik ben wel verbonden met de natuur. Maar hier merk je dat de echte stilte dan toch echt werkelijk buiten de stad is. En want de natuur, wat betekent die voor je? Nou, hij laat me heel erg zien door de seizoenen die het beleeft, hoe je ook als mens daarmee mee kunt golven. Dus nu met de winter, dat hij eerst door middel van de herfst loslaten toont, door de bladeren los te laten. En nu ook de winter, dat de inkeer die daarmee in de bomen zit. En eigenlijk dat zo'n boom hier achter ons eigenlijk lijkt gestorven te zijn, maar dat er tegelijkertijd een belofte in zit van het nieuwe leven die in de lente weer komt. Ja, mooi. Ja. En jij bent 20, je zou zeggen een lentepopje. In welk jaargetijde leef jij? Wat dat betreft leef ik ook in de lente. Ik ben ook geboren op de eerste dag van de lente. Dus ik voel me ook wel nieuw. En elke dag is ook een nieuwe kans om de lente in mij te laten zegevieren. Maar qua seizoen sta ik in mijn leven misschien wel meer in de herfst. Kun je vertellen hoe dat zit? Ja, ik heb uitgezaaide kanker. En waarschijnlijk leef ik niet meer heel erg lang. En dat is iets wat ertoe leidt dat ik heel veel bezig ben ook met de dood. Ook met het leven, maar ook met hetgeen wat hierna komt. En dat ik daarin ook wel zie dat de winter mij ook een moment geeft van inkeer. Ik vind het heerlijk dat jullie mijn gasten willen zijn. Ga je mee naar binnen? Ja, graag. Kom maar, Tirza. Laura, wil je een broodje? Lekker. Ja, ik denk dat zo. Kan ik jou ook aanbieden? Ja, yes, graag. Want hoe zit het met jou in eten? Staat het je wel eens tegen? Dankjewel. Nee, absoluut niet. Ik heb er zelf mijn werk van gemaakt. Ik werk in een keuken in Amsterdam en doe daar de receptontwikkeling. Dus eten is echt onderdeel van mij om volop mijn zintuigen te gebruiken. Wauw, wat goed. En heb je dat van huis uit, dat koken? Ik weet niet zo goed waar ik het van heb. Ik denk al vanaf mijn 12e dat ik heel vaak in de keuken stond. En als student in Amsterdam heb ik mijn werk ervan kunnen maken. En dat is heel erg, ja, toen als bijbaan en nu gewoon als een aantal dagen in de week. En dat is zo leuk, zo leerzaam ook. Mensen die zijn jou leren kennen omdat jij een boek hebt geschreven, Leef. Ja, nou, ik heb het echt voor mezelf geschreven. En wat er voor de rest uit voortkwam, dat heb ik nooit kunnen bedenken. Maar dat was ook niet per se de intentie van het schrijven van het boek. En natuurlijk wel het aanzetten tot het genieten van het nieuw moment. Waar ik mijn boek ook mee afsluit, die vind ik wel heel erg belangrijk te delen. Ja, maar inmiddels is er alweer een tijd verstreken. Ja, dat is het mooie van het leven, ja. Ja, dus waarschijnlijk heb je ook nog meer inzicht gekregen. Maar hoe is het nu met je? Ja, het gaat nu heel goed. En het is inderdaad wat je zegt, je krijgt steeds meer van het leven. Dus die tijd die gegeven is, die zorgt ook weer voor nieuwe inzichten en voor andere wijsheden en voor, denk ik, een verdieping van wat er al was. En hoe is het lichaam? Hoe voel je? Ja, ook goed. Ja, het is eigenlijk heel erg fijn dat ik mijn lichaam nu nog echt kan gebruiken om echte dingen te doen waar ik zoveel energie van krijg. En hoe zag het ontbijt op zondag er vroeger bij jullie thuis uit? Dat was wel altijd een volle boel. Want mijn broers die waren op het moment dat ik ongeveer rond de 8 was allemaal uit huis. En op zondag was dan het moment waarop we brunchten om 1:00 of 11:00, dus ietsje later als nu. En dan echt met elkaar waren. Dus dan kwamen er vriendinnen van hen mee. En dan zaten zij vaak in hun badjas nog, omdat ze zaterdagavond uit waren geweest. En ik daar als klein meisje. En dat was dan echt, dan was iedereen samen. En zondagmiddag, dan vloog iedereen weer uit.
Maar zondagmiddag was echt, of zondagochtend was echt een moment van samen zijn. Dus jij bent het enige meisje en een nakomertje. Ja, een bijzonder mooie positie. En in je boek beschrijf je ook dat je broers ook dol op je zijn, hè? Ja, ik ook op hen. Het is echt wel heel erg bijzonder, vind ik, wat een broer- en zusrelatie doet. Dat is zo ontzettend onvoorwaardelijk. En zo krachtig daardoor ook. Ja. Mooi. En het gezin waar jij uitkomt, hè? Was het een christelijk gezin? Van oorsprong is het wel een christelijk gezin. Mijn broers die zijn nog door mijn ouders meegenomen naar de kerk. Wat voor kerk? Volgens mij een gereformeerde kerk, als ik het goed heb. We hadden 3 kerken in het kleine dorp. En dan 1, daar gingen wij dan heen. Maar zodra ik kwam, toen zijn mijn ouders een beetje van de waarden van de kerk afgestapt. Maar tegelijkertijd hebben ze mij wel heel erg geleerd dat de waarden die het christelijke geloof ook verkondigt, niet zozeer vasthangen aan dat geloof, maar gewoon waarden zijn die je in jezelf hebt. Dus dat is compassievol zijn naar een ander. Liefde voor jezelf hebben. Mensen met elkaar verbinden. En dat zijn de waarden die je als mens, denk ik, meekrijgt. En God, zegt je dat nog wat? Ja, God is voor mij heel erg groot. God is voor mij in mezelf. Het gevoel dat wij allemaal kleine onderdelen zijn van God. En dat van daaruit ook iedereen eigenlijk hier perfect is. Dus degene die geboren wordt al zoveel perfectie in zich heeft. En dat geloof ik hier onze taak is, zeg maar, als mensheid ook, om weer naar die perfectie toe te gaan. En om weer eigenlijk te herinneren in plaats van het leven te zien als een leerschool waarin je als klein kindje wat leert en dat je dan als ouder volmaakt bent. Dat ik denk dat het leven veel meer een herinnering is. Dus het telkens afpellen van hetgeen wat er afgepeld moet worden. En betekent dat jij als 20-jarige bij jou heel snel alles afpelt? Sneller dan een gemiddeld leven? Het gaat wel razendsnel. Ik weet natuurlijk niet hoe het gemiddeld is. Of wat iemand anders in zijn innerlijke gevoel heeft. Maar ik heb wel een enorme drive om alles ook wat er komt meteen ook aan te grijpen. En alles ook te leven en te doorleven. Ik denk wel eens dat we misschien op aarde iets komen leren. Wat kom jij hier leren, denk je? Ik kom hier, denk ik. Of kom je alleen wat brengen? Nou, ik leer zeker ook heel veel, ja. Ik denk dat ik hier mag leren me los te maken van die tijd. Want je zei net, ja, waar stop je tijd in? Maar ik heb ook wel heel erg leren zien dat eigenlijk tijd zo'n enorme illusie is. Tijd ergens instoppen of tijd hebben. Ja, heb je tijd, weet je? Is dat iets wat je bezit? Mm-hmm. Dat door mij los te maken van die tijd, ik daardoor ook vrij kan zijn in hetgeen wat ik te doen heb. En dat leer ik heel erg van dit leven. En nu is het niet alleen zondagochtend vroeg. Het is ook een vroeg jaar, hè? 2015 is net begonnen. Hoe vind je dat het met ons gaat in Nederland? Ik denk dat, dat er wel eens wat meer een soort van roekeloosheid mag zijn. Yay! Een beetje de moed om te leven. En dus net wat ik zei, dat die problemen dus af en toe gewoon zo enorm de focus hebben. Terwijl als je gewoon een beetje van een jongen, misschien iets wat naïviteit kijkt, dat dan die problemen ook vervagen. Bijvoorbeeld, jij hebt ooit gehoord, je kanker is terug en uitgezaaid. Ja. Was dat een moment dat je... Hoe was dat? Dat was ook een moment waarop ik dacht, oké, ik kan het nu gaan zien. Dit zijn de omstandigheden die mij gegeven zijn. En dat ik voel dat er ergens in mij een kern zit die niet door die omstandigheden geleid wordt. En doordat... ik denk dat over het algemeen iedereen zich laat meeslepen door de omstandigheden. En dan worden we die ook. Dus dan verwoorden we een ontslag of dan verwoorden we geluk. Terwijl ik denk dat in ons een kern zit die los daarvan staat. En die maakt dat die uiterlijke omstandigheden slechts een decor zijn. Dus je hebt een ziek lichaam, maar je bent het niet? Nee. Maar en is die kern dan een unieke Laura-heid? Of is dat juist een kern die we allemaal delen? Ik denk wel dat die kern uniek is. Maar wel dat die voor iedereen als stabiele kwaliteit heeft. Dat het daar liefdevol is en vredig.
Heb je daar wel eens een ervaring van gehad, dat je dat zo weet? Ik merk heel erg dat op momenten dat ik echt tot mezelf kom, en dat doe ik dan vaak met klassieke muziek of een wandeling door het bos, dan ook echt alleen, dat dan die mystieke ervaring er is dat het helemaal, dat de tijd verdwijnt. Dat het is een aanraking met tijdloosheid en ik denk met het pure leven. Ja. En als tijd verdwijnt, betekent dat ook dat 20 jaar dan ook niet per se smartelijk jong is? Nee, ik voel me soms heel erg jong en soms heel erg oud. Dat is dan hetgeen wat niet meer belangrijk is in die kern, want daar is geen tijd. Nu had jij het al over muziek. Nou ben ik heel benieuwd naar jouw muziekkeuze voor deze zondagochtend. Ja. Zullen we eens gaan luisteren? Ja, graag. If this life is one act, why do we lay all these traps? We put them right in our path when we just wanna be free. By living in the moment, living my life, easy and breezy, with peace in my mind, with peace in my heart, with peace in my soul, wherever I'm going. Wow, dat is grappig dat het Tirza blijft liggen. Ja, normaal dansen we altijd op dit nummer samen 's ochtends. Ja? Ik zet het altijd rond een uur of 7:15 aan. En het legt voor mij een soort van fundament voor de dag. Het is zo'n mooi, energiek nummer waar voor mij het leven eigenlijk over gaat. Van het leven in het moment. En daarbij ook het leven vanuit je eigen kern. Waar dus vanuit vrede in je hart kunt leven. En daar ook kunt genieten van het nieuw moment. Dus het is een soort ochtendwekker, deze muziek. Ja, ik sta dan wel eerder op, maar na mijn ontbijt, dan zet ik het keihard aan. En een dansje ook. Ja, vaak wel met Tirza door de kamer heen. Leuk, heerlijk. Een energizer. Heerlijk. En je hebt ook een boek bij je, De Heerlijke Etty Hillesum. Ja, ik lees het eigenlijk iedere week weer opnieuw, in die zin dat je weer een ander hoofdstuk pakt en dan weer dingen anders laat binnenkomen. Want Etty Hillesum was een Joodse vrouw, meisje eigenlijk, hè, in de 20. In de Tweede Wereldoorlog schreef ze een dagboek. Ja. En ze wist eigenlijk wat er boven haar hoofd hing. Ja. Ze heeft zich min of meer vrijwillig met haar volk, zoals ze zegt, naar Auschwitz laten brengen. En is daar omgekomen. Ja, zij schrijft heel erg over ook de vrede, van dat ze ziet dat die dus niet om haar heen zit. Maar die veroordeelt ze niet, omdat ze zegt, nee, ik moet ook bij mezelf beginnen. Moeten wij niet allemaal bij onszelf beginnen, met die vrede in onszelf? En hoe ze daarmee ook eigenlijk het lot accepteert en ook schrijft dat het leven zinrijk is en zinvol, toch zinrijk en zinvol, heeft mij ontzettend ontroerd. Kun je iets voorlezen wat jou frappeert? En leven wij niet iedere dag een heel leven? En doet het er veel toe of we enige dagen korter of langer leven? Ik heb dit leven al zo duizendvoudig geleefd en ben al zo duizendvoudig gestorven dat er niets nieuws meer komen kan. Is dat een soort blaséheid? Nee. Het is een van minuut op minuut het leven duizendvoudig leven en daarbij hoort een plaats geven aan het lijden. Dus lijden omarmen en niet wegduwen. Ja, het lijden duizendvoudig lijden, zodat het leven dan ook meer dan duizendvoudig geleefd kan worden. En hoe doe jij dat? En als je lijdt, lijd je dan alleen? Vaak lijd ik in eerste plaats alleen. Omdat in mij dan dat lijden zit en ik dat ook echt alleen even moet voelen. En echt even alleen moet doorleven. En dan ga ik vaak lopen of echt de stilte opzoeken in mezelf. En daarna kan het ook zijn dat ik dan over dat lijden, wat dan eigenlijk alweer gepasseerd is, wel natuurlijk dan weer de verbinding opzoek met een ander. En die ander, is een hond zoals Tirza een ander? Tirza is wel een ander in mijn leven, in de zin dat dat op het moment dat ik lijd en dat alleen doe, dan is zij er. Maar Tirza is niet die ander waar ik naar spreek. Of de ander die mij... Die mij een spiegel geeft in haar communicatie of wat dan ook. Wel natuurlijk in haar non-verbale communicatie, door haar levendigheid en haar speelsheid. Maar die ander, dan bedoel ik wel echt een mens, een naaste.
En kijk, het waait, de deur vliegt open. De ander in de zin van de romantische liefde, hoe is dat voor je? Die is er niet. Maar dat, die is dan ook op dit moment is die niet aanwezig in mijn leven. Maar heb ik genoeg anderen waarmee die liefde dan dus niet die romantische liefde, maar wel de liefde voluit wordt geleefd. Ja. En erotiek, hoe is dat voor je? Nou ja, dus ook weinig aanwezig. Maar het is wel iets waar ik open voor sta. En ik denk dat dat al iets nieuws is in mezelf. Dat op het moment dat ik te horen kreeg dat ik niet meer zo lang zou leven, toen heb ik dat stuk eerst ook wel afgesloten. Ik dacht, nou, er is geen plaats meer voor. Dat schrijf je ook, hè? Ja. Maar dat is veranderd. Ja, het is in verandering gekomen omdat ik me heb leren of heb beseft dat ik niet verantwoordelijk ben voor iemand anders pijn. Want je was je aan het indekken al. Van ik... Ja, van nou, dat doen we maar niet. Iemand wordt verliefd op mij en dan ben ik er straks niet meer. Ja, dat is zo pijnlijk. En nu denk ik van ja, maar iedereen is hier mega terminaal. Ja. Niemand weet wanneer die sterven zal. We zijn allemaal toekomstige doden, toch? Precies. En als we vanuit die angst leven, ja, dan is de liefde daar dus niet meer. Ja. Dus die liefde heb ik geblokkeerd. Maar dat is in verandering gekomen in mezelf. Wat een mooie besluit. Ook, dus zeg maar, is het zo dat dat angst het tegendeel van liefde is? Ja. Of bevroren liefde misschien? Ja, dat liefde dat omarmt en angst dat keert van zich af. En liefde accepteert en angst die drukt weg. Ja. Ja. Nu heb je ook geschreven over dat je al een hele mooie jurk hebt gekocht voor de kist, hè? Ja. En dat is echt een feestjurk als ik het zo lees. Nee, dat klopt ook. Als ik hem ook zie hangen elke dag, dan denk ik ook, ja, dat is echt een mooie... zo'n mooie jurk heb ik nog nooit gehad eigenlijk. En de verkoopster vroeg wat de gelegenheid was. Ja, ja. Ja. Ja, op een gegeven moment dan heb je daar natuurlijk ook over. Maar wat ik zo mooi vind aan die jurk is dat ik ook merk dat, dat de relatie tot mijn lichaam, dat is zo'n mooi voertuig waarin ik ben. En door haar mag ik zitten, mag ik spreken, mag ik luisteren, mag ik liefde ontvangen en liefde geven. Door haar mag ik lopen en gaan in dit leven. En op het moment dat ik haar verlaat, mag zij ook worden geëerd. Mooi. Ja. Maar zij is ook ziek, ja. Dat voertuig. Ja. En sterker nog, ook onbeheersbaar. Je weet niet hoe zo'n gezwel zich ontwikkelt. Hoe is dat? Het besef dat je ook Nou ja, we leven allemaal in een tijdelijke omhulsel natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Ik heb heel erg lang daarin... Durf, kom eens. Ga maar lekker liggen, lieverd. Goed zo. Ik heb heel erg lang mijn lichaam eigenlijk als een buitenstaander gezien. Want ik wist niet wat er gebeurde. En op het moment dat ik uitzaaiing kreeg, dacht ik, jeetje, dit heb ik echt niet aangevoeld. Dus hoe weerhoudt zich mijn gevoel dan tot mijn lichaam? Verraderlijk ook misschien, zo. Ja, ergens dat die connectie weg was. Mm-hmm. En nu denk ik, ja, juist om weer die compassie voor mijn lichaam te voelen, kan die verbinding ook tot stand komen om hier werkelijk haar dus ook te mogen gebruiken voor nu. En nu geeft ze mij zoveel, ondanks dat ze haar eigen capriolen af en toe uithaalt, is het zo'n fijn vertoeven plaats. Maar ben jij nou alleen maar dankbaar of ook wel eens boos? Nee, ik ben niet zo'n boos aangelegd type. Nee. Nee, ik ben nooit boos. Nee, nee, dat hoeft ook niet op dit lichaam. Want ik denk, het geeft me misschien niet altijd gezondheid. Maar het geeft me wel heel veel andere dingen. En door mij te focussen op wat er wel is in plaats van wat het niet is. En door mij ook te focussen op hetgeen waar ik wel invloed op heb. In plaats van waar ik geen invloed op heb. Zie ik ook al haar mogelijkheden. Nu ga je ook op hakken de hemel in. Mm-hmm. Die heb je ook al gekocht. Ja. Gouden hakken. Ja. Staat er in je boek. Ga je de hemel in? Ja. Ik vind de dood wel een interessant fenomeen wat dat betreft. De dood is natuurlijk altijd iets voor wat een buitenstaander ziet. Dus dat die iemand ziet en die is dan overleden. En als een arts
iemand doodverklaart, dan zegt hij, ja, nee, dus zijn hart die klopt niet meer en de pols die pulseert niet meer en hij ademt niet meer. Maar zijn dat dan de drie componenten die ons tot leven wekken? Mm-hmm. Dat hartslag en die pols en die adem. En ik denk het niet. Ik denk dat het zelf in ons losstaat van die drie componenten en dat die doorleeft. Ik zie het eerder als een soort van verhuizing. Als een naar een andere woning toe gaan. En verlang je al naar dat thuis? Heb ik gehad. Heel erg. En nu denk ik, oh ja, maar kijk eens even hier. Wat voor mooie wereld we eigenlijk ook hebben hier. Dat verlangen dat gaat steeds meer over in een bepaald soort... ook een liefde voor dit leven, voor de eigenlijk de hemel op aarde hier. Ja. Die is er, weet je. Ja. Als we onze zintuigen gebruiken en alles mogen zien wat de natuur en wat iedereen om ons heen ons geeft, dan is het hier ook zo mooi. Dan moet je wel eens verklaren waarom je niet boos of bang bent? Ja, wel eens verklaren waarom ik gelukkig ben. En ik denk dat is wat Etty Hillesum dan ook zo mooi schrijft. Het leven is toch zo zinvol en toch zo zinrijk. En dat is hetgeen wat ik voel. Dat, daar zijn bijna geen woorden aan te geven. Maar dat is die kern die losstaat van de omstandigheden. En die is altijd gelukkig. En misschien bedoel je ook juist niet wegdrukken, maar omarmen. Dus dat alles er mag zijn. Ja. Ook lijden. Ja. En als dat lijden er is, dat dan het geluk ook groot kan zijn. Op een gegeven moment dan zit je ergens, tenminste dat heb ik zelf ervaren, door het lijden te omarmen kwam ik op een gegeven moment op een put waar wel de bodem was. En toen dacht ik, ah, fijn, ik zit op de bodem. Ik kan niet meer verder. En als je aan het vallen bent in een put, dan heb je geen vaste grond onder je voeten. Terwijl op het moment dat je het lijden omarmt en dan lekker op die bodem zit, dan kun je van daaruit ook weer gaan bouwen. Dus dan kan het geluk ook weer groter worden. Dus er was een moment dat je ervaarde, ik kan niet meer verder zakken dan hierin. Ja. Kan je nog beschrijven wat dat was? Dat was wel het moment, denk ik, dat ik al mijn opgebouwde jongens-meisjes-dromen moest loslaten. De romantiek van... De romantiek van het leven, van... Gewoon ja, studeren, oud worden, een beetje de dagelijkse dingetjes van het leven. En dat heeft best wel veel pijn. Gewoon te weten dat er wel toekomst is, maar niet per se toekomst met mij. Mm-hmm. Ja, dat is dan ook zo, dan word je even gewoon heel individualistisch van, ja, waar ben ik dan? Yeah. En dat was wel een moment dat ik ook voelde van, omarm dat maar. Want dan komt die bodem in zicht. Dus in feite blijkt dus die bodem van de put helemaal niet zo afgrijzelijk te zijn als je die eenmaal durft te bereiken. Ja, dan is het, nou ja, wat ik zei, dan kun je weer bouwen. En waar bouw jij nu naartoe? Nu kan ik weer bouwen echt op het geluk en de vrede in mezelf. En bouw ik niet per se naar iets toe, maar ik bouw wel. Dus ik weet niet wat het doel daarvan is. Je bouwt op. Bouwt op een fundament. Ja, ja. Klopt. Ja. En zou je kunnen zeggen, hè, op zo'n zondag als we mijmeren, wat er werkelijk toe doet? Wat er werkelijk toe doet voor mij is het leven. Daarbij te kiezen voor de liefde die er is. Het uitsluiten van angst daarin. En een stukje ja zeggen tegen het leven. Ik denk dat dat een grote is. Het werkelijk ja zeggen tegen hetgeen wat er komt. En het ja zeggen tegen wie ik ben en wie wij zijn.